Ik ben Jano Hams, zevenvoudig sterkste man van Nederland. We zijn hier bij Sportcentrum Mosterd. Dit is de sportschool waar ik een jaar of, nee, dan zal het zijn, 18, 19 geleden voor het eerst binnenkwam als jochie. Berend Veenenberg heeft hier getraind. Is, zoals misschien de meeste in de sterkste man wel weten, ook zevenvoudig sterkste man van Nederland. Er zijn 26 titels geweest. 26 keer is een sterkste man van Nederland geweest. En ja, toch met enige trots durf ik wel te zeggen dat 14 van de 26 sterkste man van Nederland titels de basis hier hebben. Ik train hier nog steeds. Berend is verhuisd, jaren geleden. Voordat hij echt ook serieus met de sterkste man van Nederland bezig ging. Maar ik train hier nu nog steeds. En dit is gewoon een kleine hardcore sportschool waar je naar harte lust kan smijten en tillen met gewichten. En ja, alles kan en mag je bijna. Dus, tijdens de sterkste man van Nederland toch met het boomstam. Met de tweede beurt mijn patellapees iets verrekt. Een week later had ik een wedstrijd in Portugal. De binnenband van mijn rechterknie iets verrekt. En, dus ik doe het even ietsjes rustiger aan. Dus ik heb eigenlijk een klein beetje bovenvakantie, zo kun je het nu stellen. Ik wil aanstaande zaterdag voor het eerst weer onderdelen gaan trainen. En gewoon voorzichtig, wat statische onderdelen, misschien een wat lichter timberwalk trainen. Gewoon om, om de spanning er weer een beetje op te zetten. En ja, nee, het seizoen gaat nog door tot en met november. Dus ik zal merendeel van mijn trainingen zitten toch echt weer in de loods waar we straks ook naartoe gaan. In die mooie oude boerenstal waar wij trainen. Maar ja, ik train hier ook nog altijd één tot twee keer in de week. En ja, vooral hier doe ik de basisonderdelen. Nee, ik word een beetje de dinosaurus nu in mijn 17e jaar. Ik ben 96 begonnen. Echt als, ja, als iemand die nog nooit de sterkste man van Nederland, sterkste man onderdeel getraind had ook maar. En ik werd op mijn eerste wedstrijd werd ik derde. Ik deed 150 kilo boom. En ja, er zijn nu jongens die moeten daar heel lang voor trainen. Dus dit was het. Ik heb genetisch gewoon heel veel voordeel op andere jongens. En daardoor kan ik ook met minder uren trainen kan ik het ook, kan ik het ook af. Ik ken jongens die 18 uur in de week trainen. Ik kom, ja, ik denk toch allemaal al aan 10, misschien 11 uur trainen in de week. En dat is al jaren zo. Maar ik train wel altijd zwaar en altijd gericht. En altijd sterkste man eerst. Dus ik pas mijn trainingen altijd aan naar de sterkste man. Dat is cruciaal volgens mij. Je kan niet een avond ervoor zwaar benen gaan trainen, zware leg presses gaan doen en leg extensions en dat soort dingen. Ja, en dan een dag erop een farmers walk gaan lopen en een vrachtwagen gaan trekken en een yoke race gaan doen. Dat bijt elkaar zo verschrikkelijk. Ja, je zou die dag erna wel de benen kunnen gaan trainen, maar nooit de dag ervoor. Hetzelfde geldt voor schouders. Ja, als jij zwaar schouders en borst gaat trainen of zwaar rug gaat trainen en je moet de volgende dag, dat wil gewoon niet. Daarom moet je daar ook eigenlijk wel een klein beetje een afwisseling in zoeken. Wij trainen normaal op dinsdagavond trainen wij onderdelen en dat meestal van 6 tot een uur of 9, half 10. En op zaterdag trainen we normaal onderdelen. Dan beginnen we om een uur of 11 en dan kan het soms wel zijn dat we pas om 4 uur klaar zijn. Niet puur, de squat en de deadlift zijn niet puur de sterkste manonderdelen, maar dat zijn wel puur power onderdelen. En dat vind ik heel belangrijk in sterkste man. Het moet echt de sterkste man moet het zijn. En niet wat het een aantal jaren geleden op wereldniveau is geweest, dat de meest fitte, sterke man won. En ja, dat is toch een aantal jaren. Marius Pucianowski was puur qua kracht absoluut niet de sterkste man van de wereld. Maar die heeft, en ik heb alle respect voor Marius, want het is een heel groot kampioen. Ik bedoel, en die heeft echt heel veel goeds gedaan voor de sterkste man. Ook met zo afgetraind dat hij was en alles. En het was een trainingsbeest, puur zang. Ik denk dat er heel weinig mensen in de, überhaupt in sport, zoveel uren trainen als Marius. Maar hij was puur qua kracht niet de sterkste man van de wereld. Oh, de fitste sterkste man van de wereld. Hè? Hij was wel de fitste sterkste man van de wereld, dat was hij absoluut. Ja. Dat was vroeger met ik ben voetbalfanaat.
En vroeger met voetballen moest ik het absoluut niet van mijn techniek hebben, maar van mijn inzet, maar ook van mijn inzicht. Dat tactische inzicht heb ik altijd gehad. Ik kon heel makkelijk iemand zien dat hij vrij liep of dat daar de bal naartoe moest. Dat zag ik gelijk. En dat heb ik met Sterkste Man eigenlijk ook wel gehad. En ik heb natuurlijk met Berend Veenenberg als mijn vroegere leermeester, die mij na mijn allereerste wedstrijd eigenlijk een beetje onder zijn vleugels heeft genomen. Heb ik daar natuurlijk wel heel veel van geleerd. En Marcel natuurlijk. Marcel die stond in die tijd Berend al bij. En als je ziet dat Marcel 30 wedstrijden, 35 wedstrijden op jaarbasis doet. Ja, die heeft qua tactiek en trucjes en alles, heeft hij ook alles wel geleerd. En ik heb vroeger, ik kom nog uit de videobandtijd, uit de VHS-tijd zeg maar, ik ben 37 jongens. Want dan had je nog geen DVD-recorder. nam ik Sterkste Manmeester en dan nam ik op. En dan vooral ook Berend bekijken en Magnus van Magnusson. Wat gewoon sukken, tactisch sukken sterke jongens waren. En Jamie Reeves, dat waren echt. Ja, en ik heb dan het geluk dat ik die jongens persoonlijk ook ken. En dat ik dus ook wel redelijk wat gesprekken met die mannen heb gehad. Op dit en hoe doe je dat in training en hoe pak je dit aan. Ik heb daar van heel veel mensen heb ik toch wel hele kleine dingetjes meegenomen. Wat gaat de toekomst brengen? Je bent nu 7 vader samen met Berend. Iedereen gaat er misschien wel stiekem vanuit dat je gewoon voor die 8 ook gaat. Ik ook. Ja? Ja. Dat gaat er wel komen ook? Ja. Ja. En niet omdat ik per se dat record wil, maar omdat ik het gevoel heb dat er nog meer in zit. En daarnaast, we zouden in november naar Australië gaan voor de Sterkste Mannenstrijd. Helaas is die wedstrijd uitgesteld naar mei volgend jaar. Dus ik moet volgend jaar moet ik toch weer aan de bak, want ik wil die wedstrijd in Australië per se doen. Want dan heb ik op elk bewoond continent Sterkste Mannenstrijden gedraaid. En dan is wat dat betreft, is die cirkel die is wel ongeveer rond. Niet dat ik dan in één keer zeg van oké, ik stop met internationale wedstrijden. Maar er zijn natuurlijk altijd nog plaatsen waar ik niet geweest ben. En waar ik die toch ook wel graag een keer wil meepikken. En motivatie is dat is denk ik het nog zwaarder als het lichaam. Het lichaam wil nog wel. Ja, die pijntjes, die daar kan je wel overheen zetten en dat is het helemaal niet. Maar motivatie, om elke keer weer die grens op te zoeken in een training, dat is na 16 jaar, is dat af en toe wel een beetje de struikelblok. En, we hebben nu weer een aantal jongens erbij. Marvin Mulder is er dit jaar eigenlijk bijgekomen, een jong talent. Randolf Pander, ook weer een lekkere fanatieke jongen die ook wel weet waar hij over praat. Die weet ook heel veel uitslagen van wedstrijden en alles, ook van jaren geleden. Kijk, dat zie ik graag, dat jongens er echt mee bezig zijn. Nou, ik heb dan naar mijn broertje waar we mee trainen. Hendry Boers is ook een jongen van ruim 2 meter waar heel veel potentie in zit. Waar het helaas nog niet helemaal uit is gekomen omdat hij ook gewoon 50 uur in de week werkt. En hij heeft dus nu wel de keuze gemaakt om iets minder te gaan werken zodat hij toch wat meer de aandacht richting Sterkste Man kan hebben. En ik heb Rudy Jonker, is ook nog een jongen waar ik mee train. Ja, dat zijn toch eigenlijk wel talentvolle jongens die ik toch binnen, misschien niet volgend jaar, maar het jaar erop, echt wel in de finale zie van de Sterkste Man van Nederland. En ja, ik hoop dat ik daar ook nog jaren mee door kan met dat soort jongens in de begeleiding en dat soort dingen. Om mijn kennis verder te geven, die ik weer van Marcel en Berend heb opgedaan, zodat het in ieder geval ook in de Sterkste Man blijft en dat het de sport mooier en beter en groter maakt. Ja. Dus dan neem je eigenlijk de rol in van hoe Berend voor jou was. Dat draag jij weer over aan de volgende generatie eigenlijk die eraan komt. Ja, en dan zal ik ze ook de laatste geheimtjes die ik heb en zo zal ik ze dan ook geven.